Hey. Ik ben veel geld verloren omdat ik iPhone X heb besteld op Deep Web en die is nog altijd niet aangekomen. Ik had dat geld in andere dingen kunnen steken, zoals drugs. Dat heb ik niet gedaan. Want ik wou iPhone X. En die heb ik nu nog niet. Hoe meer geld ik uitgeef van dingen die ik niet nodig heb. En hoe meer geld ik uitgeef van dingen die ik wel nodig heb, maar niet krijg. Ik weet nog niet of ik gescamd ben, want ik heb hem nog niet gekregen. Zolang ik iets niet gekregen heb, weet ik ook niet of ik hem ga krijgen. Het kan zijn dat ik binnen 10 jaar opeens iPhone X krijg. Maar hey, er zijn ergere dingen op de wereld. Er zijn mensen die waarschijnlijk meer geld zijn verloren dan mij ooit. Daar ga ik een video over maken nu. Mensen die meer geld zijn verloren. Om even die pijn in mijn hart te stillen. Omdat ik veel geld ben verloren. En ik wil even mensen meer geld zien verliezen dan mij. Dan weet ik van, ik ben niet alleen. Dus ik ga filmpjes bekijken van mensen die live heel veel geld verliezen om zo even gewoon toch met andere mensen te kunnen lachen. Terwijl ik ergens diep van binnen weet dat ik ook 1000 euro verloren ben. Kijk de video's die je nog niet hebt gezien. Smash je duimpje omhoog als jij geen geld wil verliezen in 2018. En subscribe. Dit zijn mensen die online blackjack spelen. Dat heb ik ook eens gedaan. Lang geleden, 2 jaar geleden, toen speelde ik een hele zomer online blackjack. Ik heb zelf met dit wijf gespeeld die dikke tieten heeft. En ze heeft veel geld van mij afgenomen. Snap je? Ik gokte ook en... Niet doen. Niet online gokken. Nooit doen. Dat fucked. Ik voel de comments al komen over mijn haar. Wat is dat? Ik weet het niet. Ik weet niet op wat ik lijk. Op een molletje of zo. Maar het is wel cool. Dus, Het punt is, je kan nooit naar iets anders kijken dan naar de tieten van die dealster. En, ik bedoel, ze heeft net 5000 euro gezet. Hopelijk verliest ze die 5000. Oh, psych! Psych! Oh, oh, oh my god! Oh my god, I don't know! Do we double down? Je ziet echt al dat je fok kan schelen hoeveel geld zij verliezen. Ik bedoel, check die reactie. Oh, oh, oh my god! Oh my god, I don't know! Do we double down? Oh my god! Doe eens double down! Ja, double down betekent dus gewoon 2 keer zoveel inzet dan nog 1 kaart. Dat is 10.000 euro. Mijn iPhone is daar niks tegen, dus hopelijk verliest ze die 10.000 gewoon volledig. She's got a jack, that's 10.000. Zie je die tieten? Oh my god, I don't know. Aan die tieten kan je zien dat ze gaan verliezen. Ze heeft nu 11. Ze heeft 11. I don't know. Dat is heel goed. Ze heeft 11. Ze kan dub. Oef. I don't know. Die mensen in het publiek daar, die ene guy met zijn handen kwam. Ziet er goed uit. Want iedereen zegt dat ze moet double downen. Dat is 2 keer zoveel inzet dan nog 1 kaart. Dat is 10.000 euro dat ze dan inzet op deze online blackjack tiet site. Doe je ding. Verlies alsjeblieft 10k. Alsjeblieft. That is so not the card that we wanted. 10.000 euro. Wacht. 10.000. Wacht. Heel mijn klerenkast is waarschijnlijk 10.000. Dat is gewoon... Wacht. Jas. Wacht. Trui. Wacht. Deze trui. Wacht. Deze trui. Ja, alles weg. Dan verliezen zij even rustig 10.000 euro, maar dan reageren ze zo nog oké. That is not the card that we wanted. 10.000. No, it's literally the opposite. Oh my god. 10.000 euro, weg. En dan reageer je zo nog leuk. Zo. Als ik 10.000 euro zou verliezen, ik zou mezelf gewoon ophangen. Ook al ben ik aan het livestreamen, gewoon zo die loke bol actie gooien. Ik zou mezelf ophangen aan mijn lamp of zo. Al deze streamers, 10.000 euro. Ik bedoel, ze heeft nog altijd 10.000 euro op haar account staan. Ja, iedereen in het publiek staat daar gewoon mee te lachen. Haha, 10.000. What? Ja, als je daarmee kan lachen, oké, fuck. Ik heb ook met deze guy gespeeld. Ik ga niet liegen, zijn naam is Mark. Ik heb ook met hem gespeeld. Hij is fucked! Met Mark win je nooit. Hij speelt altijd aan de hoge tafel waar je alleen maar veel geld kan spelen. Hij is echt een dik. Speel nooit met Mark als jij online blackjack speelt. Deze guy is de hel. Mark! Please! 16. Oh no! My turn. No way. But it ook next time. Dat is hoe die dealers spelen. Je bent even gewoon 5000 euro verloren en zij staat daar gewoon... Ja, je bent al je geld kwijt. I don't give a fuck. Oh my god! Ah, dit voelt goed. Dit voelt goed om mensen geld te zien verliezen. Ik bedoel, het boeit hem echt geen ene fuck dat hij net gewoon geld heeft afgenomen van iemand. Hij doet ook gewoon zijn werk, gewoon die kaarten leggen. Ah, ik haat zijn hoofd zo hard, ik zou hem ook helemaal kapot willen slaan. Man. Ik ga niet zeggen hoeveel geld ik verloren ben in blackjack, waarschijnlijk ook wel... Veel. Waarom ben ik broke? Zijn al de andere YouTubers niet broke? Maar hey. Ha! Heeft 11. Heeft gedoubledowned. Heeft 15. Dealer boss.
10. Dealer F10. Oh my god! But it ook niks zijn, guys. Thank you for playing. What the fuck? Oh, ik wil ook terug online gokken. Dit is niet goed dat ik deze video maak. Ik heb nu ook zin om weer te gaan blackjacken, man. Niet doen, niet doen, niet doen. Toen ik al mijn geld ben verloren op deze site, op deze fucking site, speelde ik samen met Shaquille. Dit is die guy. Jullie kennen hem. En hij was wel oud genoeg om dit te doen. Ik niet. Dus ik gaf al mijn geld aan Shaquille en dan speelde ik via Shaquille. Veel geld verloren. Een tip van mij. Speel geen online blackjack. Ook niet als je denkt dat je goed bent. Je kan daar niet goed in zijn. Je wint of je verliest. En meestal win je nooit. Verlies je altijd geld. En als je wint, dan verlies je ook. Casino wint altijd. En jij verliest altijd al je fucking geld, man. Misschien komt mijn iPhone morgen binnen. Waarschijnlijk niet. Hier heeft hij 20. Hij heeft 500 ingezet. Dealer heeft 11. Blackjack. Dit was dus ook altijd mijn reactie als ik verloren was. Dan pas voel je hoeveel geld je verloren bent, snap je? Nooit roulette spellen, fuck roulette. Zie je hoe die vrouwen altijd gekleed zijn? Ik bedoel, als je dit ziet, dan wil je toch gewoon... Huh! Je wil niet blackjack? Huh! I lost everything! Ze reageren ook gewoon zo normaal. Oh, deze guy is net fucking veel geld verloren, maar zij staat daar gewoon... Fuck, toch. Hij heeft niet zoveel ingezet. Hij staat nu op 100 euro. Hij heeft 20. Sowieso gaan ze winnen. De casino wint altijd. Ze heeft 6. Ze heeft 21. De vrouw met de dikke tat heeft weer 21. Speel nooit online blackjack. Tenzij je een volledig broke wil gaan. Dan moet je dat ook doen. En al mijn kleren leggen hier. Fuck, ik moet ze even terug in de kast hangen. Hoor. Tijdens dit korte intermezzo wil ik jullie even op wijzen dat jullie zeker een duimpje omhoog moeten doen. Als jullie hele dijk is op Twitch. Live blackjack gaan spelen. Ook al heb ik net gezegd dat ik dat niet meer wil doen. Like voor blackjack. Zijn jullie ooit veel geld verloren? Ik denk het niet. Misschien een paar mensen die naar deze video kijken zijn misschien ooit eens 5 euro verloren of zo, maar... Ik meen het, als je met geld aan het spelen bent, dan klopt je hart zo fucking hard. En als je dat verliest, dan... Dan reageer je zo niet, dan wil je gewoon doodgaan. Geld is het leukste en het kutste waar bestaat bij deze wereld tegelijkertijd. Ik kan er zoveel plezier uit halen, maar... Ik weet niet of sommige mensen van jullie deze video al eens hebben gezien. Ik denk dat dit wel legit is. Maar ik bedoel, elke keer als hij klikt, zie je onderaan dus dat hij 5000 euro verliest, of 5000 euro wint. Dus nu is hij 20.000 euro verloren, 25.000 euro verloren, hij heeft 5000 euro gewonnen. Oh god. Hij is ondertussen alweer 10.000 euro verloren. Dat is live. Kijk hoe leuk hij gewoon reageert. Elke keer als hij klikt, verliest hij. Elke keer als hij klikt, verliest hij een maandloon. I'm full tilt. Now it's winning overs. What the fuck? It's alright, it's only $65,000. Ik denk dat je ongeveer 100.000 euro is verloren hiermee. Keep winning. Dat is fucking nice. I will fuck you if you get me back to 90. Hij is 100.000 euro verloren door gewoon te klikken. Ik wil ook gokken op een CSGO site. Maar ik heb is een knife gekocht voor mijn kerstmis. En ik heb die vergokt. De dag erna was ik mijn mes kwijt. Mijn virtueel mes dat ik had gekocht op een virtueel spel. Mijn pixels waarvoor ik 350 euro had betaald. Oh, ik ga je nooit vergeten, Butterfly Knife Slaughter Factory New. Ik ga je nooit vergeten. Al heb ik je maar een dag gehad en heb ik je dat vergokt op een of andere site. Ik ga je nooit vergeten. Je was het mooiste virtuele ding wat ik ooit heb gehad. Mijn virtuele mes. Ik ga je nooit vergeten. Nadat ik mijn mes verloren was op CSGO, heb ik een week school geskipt omdat ik ziek was. Snap je? Pijn in mijn hart. Die ziekte is fucked. Als je echt zo pijn hebt omdat je iets verloren bent, wat je eigenlijk niet had moeten verliezen. Ik denk nog elke dag aan mijn mes. Voor de mensen die het niet weten, ik had geen echt mes. Ik had geen mes die ik kon vasthouden ofzo. Dat was een mes op een spel. Maar je kan er hele leuke trucjes mee doen. En... Die ben ik verloren. Deze guy verliest gewoon elke keer 5000 euro als hij klikt. God. Nice. Het kan niet echt zijn. Dit kan niet echt zijn. Elke keer als hij klikt, verliest hij 5000 euro. Hij is al zijn geld kwijt. Alles. That's how you lose $100,000 in one setting. Hij is 100.000 euro verloren in een minuut. I'm gonna go throw up now. Bring it back. I'm gonna go throw up now. Be right back. Ik ben net 100.000 euro verloren. Ik vind het super leuk om te kijken naar livestreams op Twitch waar mensen spelen. Zo blackjack of zo. En dan om te zien hoe ze geld verliezen. Geweldig. I love it. Disclaimer van deze video is niet spelen met geld. Als je werkt voor je geld en je doet daar veel voor, verspil het niet aan online shit, gokken of
drugs. Ik hoop er iets leuk mee, zoals drugs. Ik denk dat dit een Nederlandse streamer is. Ik ben het niet zeker, maar hij is sowieso een Nederlandse streamer. Kijk, bovenaan er staat er een Matthijs de Jong. Dit is een Nederlandse streamer. Ik weet niet wie de fuck dit is, maar luister gewoon ook naar zijn accent. This guy is... What should I go in? I don't know, black. Black? Oké, okay, Esmo, I went all in on black. Hetzelfde als naar een Kwebbelkop video kijken. I went all in on black. Goed accent, you're doing great, man. I went all in on black. No, no, no. Als het zwart is, is hij gewoon. Hopelijk is het iets anders dan zwart. En het is black, not... No! Fuck! No! 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 Fuck! Oh, ik hou van hem. Om mensen geld te zien verliezen. No! 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 Kijk hoe ver hij ernaast zit. Dat is echt kut. Als het zoveel is, oef. Op zo'n site ben ik ook mijn mes verloren. Rip Slaughterknife Factory New. Als je geld krijgt van je oma voor kerstmis of nieuwjaar, doe dat niet op aan domme dingen. Dat deed ik altijd vroeger. Dan kocht ik daar paysafe cards mee. Het zou leuk zijn om zo eens te zien hoeveel geld ik heb opgedaan aan online pixels. Maar ik ben zeker dat er even domme mensen zijn als mij die ook veel geld hebben opgedaan aan spelletjes en aan FIFA packs en al weet ik veel. Hou je geld, investeer het in goud of in bitcoins. Dan kan je veel geld verdienen. Ik ben Acid. Bedankt om te kijken naar deze video. Smash je duimpje omhoog als jij graag eet. Of als jij graag een geweer in je mond steekt, dan smash je duimpje omhoog. Tot de volgende keer. One like, one dab.